is alweer bijna mei. En als we aan begin mei denken, denken we altijd aan herdenkingen. Ja. Ja, maar ook met name het feit dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat wij in vrijheid leven. Maar als je erna gaat, het is bijna alweer 80 jaar geleden, die oorlog. Ja. Maar voor jou is het minder lang. Want je hebt tot niet zo lang geleden enorme ontdekkingen gedaan. En dat heb jij weergegeven in een boek. Het Hoge Nest. Ja. Roxane van Ypres. Nou, ja, leuk om hier te zijn. Goed hoor. Nou is het zo. Jij bent ooit gaan verhuizen met je gezin. In een prachtige villa tussen Naarden en Huizen. Ja. Ligt nog net in Naarden, maar ja, op het randje tegen Huizen. Nou, wat gebeurde er toen? Want toen was een begin van iets waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe mijn leven zo kan keren, denk ik. Nee, een oud huis. Dus wij wisten dat daar een behoorlijke verbouwing aan vast zat. We zijn toen in eigenlijk met mijn man en de kinderen, een oud-Duitse herder, de poezen, cavia's, in een caravan in de tuin gaan wonen. Ja, wat prachtig, ja. Ik kan het iedere relatie aanraden, als je dat doorstaat. In het regenseizoen. En daar hebben wij een paar maanden gewoond, terwijl we bezig waren met het verbouwen van het Hoge Nest. En wat het eigenlijk meer was, was in oude stijl terugbrengen van het huis. Mm-hmm. Dus wij hebben daar de vloerbedekkingen weggehaald, de dubbele muren, de verlaagde plafonds. Je kunt je er iets bij voorstellen. En toen stuitten wij al vrij snel op, bijna in iedere kamer, luiken onder de vloeren. Toen dachten jullie, hé, wat is dit? En toen dachten we in eerste instantie nog niet eens, wat is dit? Maar meer van, nou, dat zijn misschien opbergruimte, dekenkisten. Maar jullie nieuwsgierigheid was geprikkeld. Onze nieuwsgierigheid was geprikkeld. Ik ben toen met de vrouw van wie we het hebben gekocht, Fransje Sietses, ben ik in gesprek gegaan en gezegd, wat kun je me allemaal vertellen? En zij vertelde in ieder geval al voldoende om mij te laten denken, nou, hier wil ik eigenlijk verder me in verdiepen. Okay. En dat was 2012. En vanaf dat moment ben ik op een soort zoektocht gegaan. Bijna zo'n Agatha Christie, hè? Dat je overal gaat zoeken, wat kom ik nu weer tegen? Ja, en wat kwam je tegen? Want dat is natuurlijk de hamvraag. Ik kwam tegen eigenlijk fast forward naar nu. De eindconclusie van het verhaal na heel lang zoeken was dat het Hoge Nest in de hoogtijdagen, of eigenlijk het dieptepunt van de oorlog, dus toen de treinen al op volle capaciteit van Westerbork naar Auschwitz en de andere kampen reden, was het Hoge Nest midden in het Gooi, wat nogal een NSB-bolwerk was, een verscholen plek van verzet en onderduik. En dat werd niet gerund door wat wij eigenlijk kennen van de mensen uit het verzet, dus de niet-Joodse mannen die wij kennen uit de boeken en de films, maar door twee Joodse zussen, vrouwen. En je bent in de geschiedenis gaan duiken van deze twee Joodse zussen. Klopt. Ja, en het is heel eigen geworden, hè? Want zoals jij het beschrijft, denk ik, nou, je kan je zo inleven in hoe ze zich toen voelden van het begin tot helaas het eind, hè? Mm-hmm. Ja, het loopt natuurlijk niet zo heel goed af. Nee. Jannie en Lien Brillenslijper zijn de zussen. En zij zijn begin twintigers, hebben ook kleine kindjes. Die zijn ook ondergedoken in het Hoge Nest. Samen met soms 15, soms 20, 25 man. Dus dat is een enorm groot. Bijna bolwerk. Ja. Bolwerk is dat geweest. Wat natuurlijk heel interessant is om uit te zoeken, is hoe liepen al die aanvoerroutes, hoe kwamen die koeriers daar, hoe liepen. En hoe hielden ze het ook zo verborgen? Hoe hielden ze het? Uiteindelijk natuurlijk niet. Nee, maar je zegt, we zitten hier nu in het Gooi. Veel onderduikadressen zijn er, hè? Zeker. Mensen erover gaan praten, oh, maar daar weet ik en daar. Ja. Maar ook veel NSB'ers. Veel NSB'ers, Een combinatie van veel, Ja, de goede gebieden van Nederland, daar zaten natuurlijk relatief veel achterban van de NSB en van de nazi's. Ja. Dus ook in het Gooi en in de Vechtstreek. Mm-hmm. Ja. En het Hoge Nest lag dan gelukkig, inmiddels is het wat minder afgelegen, maar toen lag het echt enorm afgelegen tussen die twee dorpen. En dat heeft ze denk ik in ieder geval heel lang gered. Maar die hele geschiedenis van deze mensen komt zo dichtbij. Je hebt ook inderdaad een zoektocht gedaan naar hun verleden. Amsterdam, je schetst het als heerlijk, dat Joodse feesten, muziek. En je start zelfs in het boek, de eerste hoofdstuk, wat mij meteen al van het begin fascineerde, eigenlijk over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Misschien heb ik nooit opgelet bij dus geschiedenisles of zo kunnen. Niemand. Maar, nee, hè? Want als ik dan lees dat er zo vreselijk veel vluchtelingen waren uit België. Hè? Ja.
ik heb, als ik dat dan lees en ook over de rest, een beetje een verplaatste schaamtegevoel. Dat wij dit allemaal hebben toegestaan. Heb jij dat ook gehad toen je dat allemaal ontdekte? Ja en nee. In die zin dat het is natuurlijk zo makkelijk om van achteraf nu te denken van nou hè, ik zou wel zo moedig zijn. En nou, dat zou ik nooit durven zeggen. Nee. Maar wat ik in ieder geval het meest heb geleerd van het onderzoek doen, is dat het nooit... wist ik al wel, maar ik heb het nu in ieder geval zo stapsgewijs in kaart gebracht in het boek. Het gaat nooit van de een op de andere dag. Nee. Het is nooit de ene dag is alles koek en ei en de andere dag wordt een hele gemeenschap afgevoerd. Ja. Het gaat stapsgewijs en daar denk ik dat je altijd alert op moet zijn. Ja. En dat waren we toen misschien wat minder. We hadden het idee, nou, we leven toch op een aardige voet met Duitsland. Mm-hmm. Hè? En, neutraal nooit, altijd. Neutraal, nooit verwacht dat er opeens zo'n ommekeer zou komen. Ja, en dan gebeurt het en dan... Dan zijn we eigenlijk bijna een klein beetje naïef, denk ik. Extreem naïef zijn we geweest. Het was natuurlijk een ander tijdperk, geen informatietijdperk zoals nu. Maar als je kijkt naar nu we wel alles weten over ongeveer iedere uithoek van de wereld, zijn we natuurlijk nog steeds naïef in die zin, dat komt in het boek ook heel erg naar voren, in het verschil tussen de twee zussen. Ja. Jannie is altijd extreem realistisch en ziet het gevaar van het fascisme al eind jaren 30. Ja. En Lien is meer, net als de rest van Nederland, een wensdenker. Ja, die denkt, het komt uiteindelijk wel goed. Ja. En ja, die mensen die heb je nu ook. En het is altijd de vraag... In hoeverre, waar ligt die balans tussen hopen dat het wel goed komt of op een gegeven moment denken ik moet ergens tegenop staan. Ja, wat mij ook heel erg fascineert is, jullie gaan naar dat huis, je komt al die papieren tegen, je doet ontdekkingen. Een ander mens zou denken, oeps, wat zou dat zijn? Misschien wel aardig voor de historische kring, ik noem maar wat. Mm-hmm. Maar het komt bij jou terecht. En jij schreef al een boek. En dan is mijn volgende vraag, heb jij het huis gevonden of heeft het huis jou gevonden? Ik vind het zo fascinerend dat jij met al die informatie die je hebt, zo'n mooi lijvig boek met zoveel... Ja, het is heel veel geschiedenis, wat heel veel mensen wat doet ook. Ja. Ja, ik weet het niet. Heel veel mensen zeggen het heeft zo moeten zijn. Maar dan, ik ben daar nooit zo'n gelover in. Want dan denk ik, nou ja, als je dus een afschuwelijk leven leidt, heeft dat dan ook zo moeten zijn? Dan denk ik, nou, nee, het is een heel groot geluk, denk ik. Het is sowieso een geluk om in zo'n huis te mogen wonen. Ja. Dat vooropgesteld, in zo'n omgeving. En wij hebben het geluk het ook te mogen lezen in een, ik vind zelf qua schrijftrant van jou ontzettend opmerkelijk mooi. Maar dat is waar ik van hou. Dankjewel. Ja, en heel veel mensen hebben het al gelezen. Er is veel publiciteit erop geweest. Mm-hmm. Dus de behoefte aan, hoe was het vroeger? Hoe houden dingetjes dan toch in stand? Ja. Is enorm. En je geeft lezingen ook, hè? Overal her en der. Ja, nou ja, het mooie is eigenlijk, wat ik niet had verwacht, is dat het boek een succes zou worden. Want het is zware kost. Ja. En mijn vorige boek ook. Heel ander onderwerp. Mm-hmm. Dit onderwerp ligt natuurlijk wat dichter. Vorige speelde zich af in Brazilië. En het fijne is, kijk, lezingen voor een schrijver, hoewel dat ook best ingewikkeld is, want het is altijd spannend en het vergt veel van je energie. Mm-hmm. Het fijne is dat mensen dus geïnteresseerd zijn in datgene waar je met zoveel aandacht en energie je in vastgebeten hebt. En dat is fijn. Ik heb ook ademloos geluisterd naar jouw lezing. En zelfs toen jij zei van, nou, ik heb het huurcontract van dat huis in Tel Aviv gevonden. Ik zei, hoe is het mogelijk? Ja, in Jeruzalem. Ongelooflijk. Jij bent dus een enorme zoektocht begonnen en je hebt van alles tegengekomen. Ja, ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook wel het allerleukste voor mij als schrijver, is dat hele proces. Ja. Het allerleukste, het werken in stilte, als je nog helemaal niet weet of iemand geïnteresseerd gaat zijn in wat je doet. Dat vind ik het allermooiste aan het proces. En het feit dat het vervolgens mensen het graag willen lezen, dat weet je nooit. Ja, dat is alleen maar... En al die lezingen volgen. En je zal ook wel, denk ik, ongetwijfeld mensen tegenkomen die zeggen, die personage die u beschreef, die heb ik gekend. Klopt dat? Heel veel. Enorm veel post. Ik had het eigenlijk gewoon mee moeten nemen. Maar ik heb echt inmiddels zo'n doos vol. En nog een hele ordner. Ik krijg bijna iedere dag post. Heel veel uit de omgeving. Dat is heel leuk. En mensen die het gewoon blijkbaar zelf in de brievenbus doen. Want er zit er geen postzegel op. Maar ook uit Israël, Amerika, België. En een heleboel raadsels uit het boek. Voor degene die het boek gelezen hebben. Er zijn best nog wel wat. Vaak. Bijvoorbeeld de tandarts op het einde. Ja. Wie is nou die man die de zussen vanuit Bergen-Belsen zijn ze gerepatrieerd. Maar ze zitten in Enschede. Mm. En ze moeten terug naar Amsterdam. En dan is er een vreemde tandarts die de zusjes zo lief is om de zusjes naar Amsterdam te brengen. En daar eindigt het boek. En
ik heb dus inmiddels een brief gekregen van iemand die zegt, ik weet wie de tandarts is. Oh ja, ja, dat is heel bijzonder. Ja. Dat heb je een enorm proces gezeten vanaf 2012. Ja. En nog eigenlijk. Ja. En als je dus je het nu gaat vergelijken, hè, je, voor 2012 toen het hele traject of proces startte. En nu, kijk je nu anders naar 4 en 5 mee? Ja, ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de oorlog en alle, alle oorlogen, alle vormen waarin geweld zo'n samenleving overneemt. Maar ja, ik ben nu natuurlijk zo tot in de haarvaten van die Duitse bezetting gedoken. Dat 4 en 5 mei natuurlijk ook voor altijd, en helaas voor mijn kinderen ook. Ja, ik wou dat zeggen. Die, die zijn natuurlijk eigenlijk opgevoed met dit verhaal. Ja. En die, nou ik zeg wel helaas, maar ze zijn zich heel erg bewust van wat we op die twee dagen herdenken en vieren. Ja. Nee, dus dat zal ik altijd heel belangrijk blijven vinden. En jij woont in het huis. Heb je ook nu door dat alles wat je nu weet een ander gevoel in het huis? Dat nee, ik ben vanaf het... gelukkig jezelf mee, je man en je kinderen. Het eerste moment van verwondering toen wij dat huis daar zagen en je zult hier maar mogen wonen, dat hebben wij nog steeds dagelijks. Oh, ja, en mooi. Het feit dat de families, alle families van de onderduik terug, de nabestaanden, de kinderen, allemaal terug in het huis zijn geweest. En daar met ons eigenlijk goede momenten. Dat is allemaal gebeurd. En daar zo blij zijn dat ze onze kinderen nu daar zien spelen in vrijheid. Op de plek waar zij in de onderduik hebben gespeeld. Ja, ja, ja. Precies dezelfde plekken. Ja, dat zorgt voor een zekere lichtheid. Dus de lichtheid die je op 5 mei viert. Ja. Daarom, die is dan voelbaar. Die is dan heel erg voelbaar. Ja, ja. Ja, gewoon bijzonder, hè? Ja, dat is bijzonder. Ja, maar je zegt het dan eigenlijk ook van, we hebben het zo dat meegemaakt. Dus juist de bedoeling met die herdenkingen van, mensen, vergeet het nou niet. Besef dat we in vrijheid leven. Je hebt dat dubbel in dit huis, wat ook gebeurd is. En waar je voor zoveel hebt kunnen delen ook met de mensen die het hebben meegemaakt. Ja, en nou ja, uiteindelijk de eindboodschap, hoop ik, van zo'n boek is inderdaad dat je niet vergeet wat er echt gebeurd is. Want dat is in Nederland soms nog wel eens het geval. Dat we een heel klein gedeelte van de geschiedenis heel groot maken. Mm. In het buitenland zeggen ze allemaal, de Nederlanders, bij jullie zat iedere opa in het verzet. Ja. Zo staan wij een beetje bekend. Een beetje opkloppen van de goede kant van de geschiedenis. Dus ja, ken ook de hele geschiedenis. En tegelijkertijd eer de mensen, dankzij wie wij hier nu zo, zoals wij nu kunnen in leven, alle zorgeloosheid staan. En helaas om ons heen zien we toch wel dat de geschiedenis zich weer herhaalt. Hè? Als je begint met die Belgen, dan denk ik, wat Jan Dosi, die vluchtelingen, hebben die behandeld? Foei, weet je wel. Ja, op een verschuwelijke manier. En ook inderdaad dat jij zegt, besef 4 en 5 mei dat we in vrijheid leven. Ja. En dat we met de geschiedenis die achter ons ligt, het nodige, nou ja, groen hebben geleerd. Hè? Ja. En, ik hoop het. Ik hoop het van harte. Ja. Ja. Je breekt een lans daarvoor. Helemaal goed. Ja, zeker weten. Ja. Bedankt, wat heel fijn dankjewel. Dat je hierover kan vertellen, want het is een fascinerend boek. En hoe het verder afgelopen, mensen moeten het zelf maar lezen. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel. Oké, reuze. Dankjewel. Ja.